Moet er dan eerst iets ernstigs gebeuren voordat de overheid gaat ingrijpen? Dat zou toch erg zijn? Laatst zat er een man in de auto te wachten en er komt een vrachtwagen met oplegger aan. De vrachtwagen ziet niet dat de oplegger tegen die auto aan zit. En die man die zat daar echt en hij heeft echt gewoon geluk gehad. Oh. Er zit een scheur in de muur. Ja, vermoeden toch dat het echt door het vrachtverkeer komt wat echt door het dorp heen dendert. Ik heb daar mijn twijfels over. Ik hoop het wel. Maar ja, nogmaals, er staan een paar tekstkarren, maar ze staan ook niet overal.